Districtscommissaris Mike Nerkus, tevens voorzitter van het hoofdstembureau Paramaribo, geeft een uiteenzetting van de voorbereiding richting de algemene vrije en geheime verkiezingen. Actoren buigen zich momenteel over hoe de voorzorgsmaatregelen in verband met de huidige COVID-19-crisis toe te passen op 25 mei 2020. U hoort meer hierover van de voorzitter Nerkus. Wat er gebeurt nadat de politieke partijen hebben ingediend 9 april, dan krijg je dan direct na de indiening worden dan de lijsten ter inzage gelegd. Zodat iedereen kan zien wat de verschillende partijen hebben ingediend. Tegelijkertijd worden dan de stukken die de partijen hebben ingediend onderzocht. Om te kijken als er hier verzuimen zijn. En verzuimen kunnen zijn als er wat hapert aan de bewilligingsverklaring, uittrekse nationaliteitsverklaring met de roon en dat soort dingen. En dan wanneer dat is vastgesteld, worden de politieke partijen op de hoogte gesteld van hetgeen dat zij nog moeten corrigeren wat betreft hun verzuimen. En dan hebben ze dan 3 dagen de tijd om dat te doen. Toch? Nadat ze dat gedaan hebben, dan worden de verzuimen verwerkt. Toch? En dan wordt dan een tweede, eendaagse til gehouden. Toch? Dat is voor iedereen om te komen kijken wat betrekking tot de verzuimen die zijn aangezuiverd. Dus is er geen uitreksel gekomen? Was er geen bereidheidsverklaring? Was er geen nationaliteitsverklaring? Is dat bijgekomen? Toch is misschien een foutje op die bewilligingsformulier gecorrigeerd? Dus al dat soort dingen. Dus wordt dan ten zage gelegd. En daarna krijg je dan op de dag daarna. Krijg je dan, de 8e dag, dan heb je dan komt dan het hoofdstembureau openbare vergadering bijeen, waarbij de lijsten, zoals die zijn goed bevonden, worden gepresenteerd. En dan heb je dan dus wordt aangegeven wie is van de lijst geschrapt en waarom is de persoon van de lijst geschrapt. Toch? En als de lijsten volledig zijn aangenomen, of als de mensen delen ervan weg zijn gegaan. Daarna wordt dan direct na die vergadering wordt dan het pakket met de lijsten, met de kandidatenlijsten, en wordt dan opgestuurd naar het kabinet van de president, wordt dan voor de president gestuurd. Waarna de politieke partijen, indien zij er niet eens zijn met hetgeen, laten we zeggen dat ze meneer X hebben geschrapt, of mevrouw E hebben geschrapt van de lijst, toch? Of van een stembureau, een hoofdstembureau, meneer X of mevrouw E heeft geschrapt van de lijst, dan mogen ze dan bij de president in beroep gaan, toch? En dat kunnen ze dan vragen dat de president het alsnog honoreert, toch? Dat zo iemand op de lijst komt. En nadat die periode verstreken is, dan komen de lijsten terug naar het hoofdstembureau en dan zijn ze finaal en dan gaat het dan, wordt dat verwerkt en dan gaat het dan naar BISA voor het opmaken van de stembiljetten. Maar wat de trainingen betreft, die vallen volledig onder de auspiciën van het ministerie van Binnenlandse Zaken. En bij het verzorgen van de trainingen wordt er wel rekening gehouden met community spacing, het reinigen van alle andere dingen die eigenlijk meekomen met dat van COVID-19. Dus dat systeem wordt dan wel veranderd. Dus de klasse, dus dat zeggen, de grootte van aantal mensen dat per keer zou moeten komen in een ruimte om de trainingen te volgen, is ook aangepast. De ruimtes zelf zijn een beetje veranderd. Toch? Ze moeten op een andere ruimte een beetje open waar er meer ventilatie is. En waar de mensen op een grote ruimte van elkaar kunnen zitten om zo'n training te volgen. Dus daar vindt de aanpassing wel plaats. Laten we zeggen, als men dan 10 een schrijver zou krijgen van het hoofdstembureau, dan is het 3 dagen na ontvangst. Dan zou je dan hebben 11, 12, 13 om aan te schrijven. Dus zo gaat het. Dus men die 9 april in, 10 april ontvangt men een schrijver van, bijvoorbeeld, ontvangt men een schrijver van een hoofdstembureau. Dat betekent, je hebt 3 dagen na de dag van ontvangst. Dus dan 11, 12, 13. Om je verzuimen aan te zuiveren. Dus nu op dit moment kan het niet meer. Wat niet gedaan is, is niet gedaan. Wat de organisatie betreft, is meer een beetje met BISA. Dus dat gedeelte zou je dan eigenlijk de communicatie met BISA moeten doen. In zoverre bij het hoofdstembureau hier en het commissariaat hebben we geen noemenswaardige
dat zeggen, obstakels of tegenwerking gevonden van politieke partijen. Met uitzondering van die ene partij die overal elk hoofdstembureau in Suriname aanvalt. Terwijl zij zelf fout zijn. Ja? Maar voor de rest hebben alle anderen, het zijn ook ouderen, het zijn ook nieuwe partijen, hebben gewillig meegewerkt en ook nog soms hun advies gegeven.